In de achtertuin van het Marriott Hotel heeft gisteravond de lancering plaatsgehad van het zeer luxueus horlogemerk Hublot. De avond is georganiseerd door King's Enterprises als officieel agentschap van Hublot in Suriname. Volgens Janto Haakmat, marketingmanager van King's Enterprises, was dit de mogelijkheid voor Surinamers om kennis te maken met de luxueuze brand van het merk Hublot. De horloges zijn duur, maar volgens Haakmat moet men niet echt op de prijs letten, omdat het in deze om een luxe item gaat dat door echte liefhebbers aangeschaft moet worden als een soort belegging. In principe gaat het om dat het een luxury brand is en een heel luxe item eigenlijk. Waarom zou iemand het moeten aanschaffen? Dit is eigenlijk voor iets voor liefhebbers. Natuurlijk is het, het heeft een andere prijsklasse. En het is echt voor liefhebbers. En in de luxury brands, horloges, heb je verschillende prijskategorieën. En dit is echt iets dat je voor jezelf moet aanschaffen eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Dus. Al 2 jaar in Suriname. En nu een officiële lancering. Hoe moet ik dat? Dus 2 jaar geleden hebben we het in Suriname gebracht. En we kregen wel elke keer de vraag van, hey, jullie hebben Hublot, jullie verkopen het. We zien het elke keer. Maar heel weinig mensen die weten dat we het hebben. Dus vandaar dat we eigenlijk een launch hebben geïntroduceerd vandaag. Om het publiek kennis te laten maken met dit merk. Hublot is afkomstig uit Zwitserland en maakt deel uit van de luxe brands van Louis Vuitton. Die allemaal onder Kings vallen. Het goedkoopste horloge kost in Suriname $7,000 en de duurste variëren tussen de $45,000 en $48,000. Juan Ariza is de vicepresident Latijns-Amerika en de Caribbean van de Google distributie van Hublot. Volgens hem hebben verschillende mensen in zijn bedrijf vraagtekens geplaatst bij het brengen van dit horlogemerk in Suriname. Is it absolutely yes? We believe them, and here we are launching. We've had an enormous success in the short period of time we've been here. We've been very surprised, to be honest, but we're very, very happy, and we're supporting our partners here doing this kind of events, launching the brand in Suriname. We have these brands in other developing countries? Absolutely. We you know, internet changed everything. Internet opened a huge door for people with monetary capabilities to why should I buy it abroad if I can find it here? People look at the internet, people look at knows exactly what's going on in the world, and they want it in their own countries. That's why the brands are more globalized today than before. To answer your question, absolutely, we are all over Latin America and Caribbean. Juan Ariza, Vice President Latin America and Caribbean van de Google distributie van Hublot. Volgens hem worden er jaarlijks slechts 40.000 horloges geproduceerd, hetgeen betekent dat slechts pure liefhebbers aan hun trekken kunnen komen.